Even een serieuze noot. We maken vaak een hoop onzin mee hier, maar ik heb vandaag een heel serieus gesprek gehad met René. En ik begrijp hem, ik respecteer hem ook zeer. Maar René heeft wel een mededeling waar Nederland van zal opkijken. Nou ja, ik wil het niet groter maken als dat het is, Wilfred, maar ik wil verder als Renate. Ja, lachte maar om. Ja. Ja, ik vind het niet om te lachen. Nee. Mijn zoon heeft me heel de dag al zo genoemd. Echt serieus. Maar dit is dus de laatste keer dat we jou in deze hoedanigheid gaan zien. Juist. Ja? Klopt. Ja. Oké, okay, dit is... Ja. Johan is er wat geslap van, zie ik wel. Dat ik dit op mijn 79 nog moet meemaken. Ja, je schiet er helemaal vol van. Oh. Dan lachen we dan even helemaal niet verwacht, hè, Johan. Naar de reclame. Nee, de laatste waar ik van verwacht is, René. Ja. Laat je alles weghalen, René. Ja. Krijgt trouwens net door een sms'je binnen van Helen... dat trouwens de bekerfinale wordt gespeeld... bij de winnaar van de wedstrijd tussen AZ en Twente. Dat is een beetje bedwetertje, hè, die Helen. Zou die in elk... Maar we moeten even bijkomen van de mededeling van René. Ofwel van Renate. Tot zo, na de reclamedag. Welkom terug bij Voetbal in Sight. Met Johan Derksen, Jan Boskamp en Renate van der Gijp. Johan, ja. Hoe lang zit Sunday Odyssey nog op de bank bij Fortuna Sittard? Moeten we nou nog serieus over Maar wie is daar technisch directeur dan? Is dat Hofland? Nee. Nee, omdat met wie had hij een probleem dan op dit moment? Ik weet het niet meer. Nee, met de hele groep had hij problemen. Hij heeft die groep nogal kritisch afgezaagd voor die tv-zender L1. Ja. En ik heb de indruk dat het bestuur wel klaar is met hem. Maar het is wel de eerste trainer in 100 jaar die daar weer succes heeft. Ja. Het is voor jou niet nieuw natuurlijk, begrijp ik ook wel. Nee, ik wist het. Nicky vertelde wel dat zijn vader veranderd is. Boudewijn van Spilbeek heeft in België daarvoor gekozen. En daar is heel positief op gereageerd, toch? Dat, inderdaad, ja. 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 Hij is wereldberoemd geworden. Ja, ik weet niet wat het is nou, maar... hij is echt wereldberoemd geworden. Of zij. Ja, het is nu eigenlijk een zij, inderdaad. Jawel, maar kijk, dit is best een serieus onderwerp, dat begrijp ik wel. Maar ik heb dat allemaal met die meneer... Ik ken die meneer niet, maar ik heb het allemaal gevolgd de afgelopen dagen. Maar dan... als mensen hier ook nog poepjes gaan laten, dan kap ik ermee, hè? Ja, dat moet je niet doen. Hè. Nee, maar als... kijk, ik vind dat prima. Maar dan zit ik daar te kijken met je volle verstand en je nuchtere kijk op het leven. En dan hoor ik, de kinderen zijn zo blij voor hem en zijn vrouw is zo blij. Als ik zo... in Grollo de hond uit gaat laten, zit mijn vrouw al in de trein. Die blijft niet, natuurlijk. Nee. Weet je wel? En we moeten ook niet net doen of het normaal is. Want we proberen dat nu te respecteren door te denken... dat is toch heel normaal? Nou ja, normaal is... Maar er zijn mensen die ermee worstelen. Een hele leven mee worstelen. Dat lijkt ook wel. Heeft het voordoen... Nou, maar als hij daarmee worstelt en hij neemt deze beslissing... dan gun ik hem dat van harte. Ja. Maar jij kan... Maar ik blijf het wel bijzonder vinden. Ja, ik ook, ja. 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 Ja, maar jij past ook niet in zo'n klein sexy BH'tje, denk ik. Nee, maar ja... Maar je vond het niet knap, dat zei er zo gisteren? Nee, dat vind ik niet knap. Nee? Nee, ik vind het een beetje vreemd, maar iedere gek heeft zijn gebrek, dus dat moet hij maar doen. Maar jij zit nou hier ook met zo'n gezicht, zoals heel Nederland het doet. Nou ja, ik bedoel... Zo van, ja, maar dat is toch heel knap dat die man dat durft? Nou, ik vind het een beetje gek. Ja. Ja, dat zullen wel veel meer mensen hebben gedacht, dat ze het gek vinden. Maar je kunt het ook respecteren dat iemand als die daar is... Oh ja, maar jongen, ik stoor me er helemaal niet aan.